En dan zie je dit op je beeldscherm en denk je, ja, het is weer tijd voor My Team Career Mode. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Het is ook tijd voor My Team Career Mode. Goed verhaal. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Wat een verrassing. Aflevering nummer 69 staat op het programma Azerbeidzjan. Ronde nummer 5 van seizoen 5 gaat dus beginnen. Staan aan de leiding, dat kan je ook duidelijk zien op het beeld. 100 punten gepakt. En ja, de rest kan je eigenlijk allemaal al lezen, dus dat ga ik dus niet meer opnoemen. Dat had u echt niet verwacht. Maar goed, heb je die vorige video in Emilia-Romagna gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat was voor ons een goede race, voor Max helaas minder. Maar goed, dat doet er niet toe, want wij zijn hier gewoon voor onze eigen succes. Dus Max, stik er maar in. Rustig! En ja, ronde nummer 5. Wat kan je van deze video verwachten? Nou, voornamelijk een snelheidsverschil, want wij zijn gewoon nog echt langzaam op dat rechte stuk. Het kan zijn dat dat te maken heeft met de setup of dat de AI gewoon vele malen sneller is. Misschien doet Codemasters dat gewoon om mij te pesten. Dat zijn we weer lief voor elkaar. Nou, je bent zelden leuk, maar dit vind ik wel om te lachen. En ja, we moeten de kalender even zien op te vullen. En ja, nog niet geabonneerd, dan zou ik dat zeker weten even doen. Gewoon abonneren en als je die doet, ja, dan ben je gewoon een vieze flikker. Dus wil je nou geen flikker zijn, doe dan alsjeblieft even abonneren. Het zou leuk zijn als je dat zou doen. Staan derde in de Vehicle Performance Update. Dus doen het goed. Hebben de afgelopen 3 races gewonnen en telkens in deze grote prijzen op het podium beland. Dus dat is goed om te zien. En volg me niet op de sociale media. Dan zal ik dat zeker weten even doen. Mijn gebruiksnamen staan in de beschrijving. Je kan het letterlijk Ctrl-C, Ctrl-V doen. En dan heb je op Instagram mijn gebruiksnaam. En ja, noem maar op. Rini, dankjewel. Maar goed, er komen updates aan. Goed om te zien. En dan is het nu even, ja, weet ik wat, dilemma's. Ik heb hier eigenlijk allemaal geen zin in. Dus laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 69. Mooi getal. Stoer. En ja, kijken wat dat dan gaat worden. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1. En het doel is hier, zoals altijd, doorgaan naar Q2. Gaat nogal lastig worden, waarom ik heb het al in de intro verteld. Rechtstukken zijn dodelijk voor ons. En ik verwacht hier dus ook niet echt voor de overwinning mee te kunnen strijden. Hopelijk een podium. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren. Maar eerst Q1 zien te overleven. Gaat dan niet zo lekker bij die tweede bocht. Komen aan bij het einde van mijn run. Daar iets te wijd en laten paars in sector 2 noteren. Albon naar een 1.42.003. En dan komen wij hier dat rechte stuk op. DRS gaat open, jazeker. En dan laten wij een 1.42.026 noteren op 23.000ste van Albon. Dan zijn we inmiddels doorwezen naar een 9e positie. Daar net niet die muur geraakt, het scheelde heel weinig. Hier iets te ver doorgeschoten, maar pakken toch nog wat tijd goed. Interessant. Heel interessant. Ruim een 10e onder onze eigen tijd. Dus ja, dat is goed. Kom aan bij het einde van mijn tweede run in Q1. Staan op een 9e positie met nog ongeveer 30 seconden. Totdat Q1 afgevlagd is met paars in sector 1, groen in sector 2. Hopelijk kunnen wij hier wat slipstream krijgen van die AlphaTauri die voor ons rijdt. DRS geopend. En dat is de derde tijd in Q1. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En ik ben er pas heel laat naar buiten gegaan om het met één run te proberen. Met één setje banden te proberen om een extra set te gebruiken voor de race. Je ziet al gelijk dat mijn voorganger al helemaal wegrijdt van mij. Dus ja, dat is echt minder. We moeten het hebben van de bochten. Maar goed, de meeste rijders pakken de tijd goed op dat hele lange rechte stuk.
aan bij het einde van mijn eerste en laatste run in Q2. En hopen dat dit goed genoeg is. Proberen daar een hele dichte lijn te rijden bij de muur om zo min mogelijk tijd te verliezen. Wat ook logisch is. En dan zometeen DRS openzetten. De klok hangt over 20 seconden ongeveer op nul. En wij laten een derde tijd noteren. Alweer met een 1.40.8.3.1. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij Q3. Op een tiende positie met nog geen tijd. Natuurlijk, want we moeten nog een ronde gaan noteren. Iedereen is nu bezig met zijn outlap. En kijken wat wij kunnen gaan doen. Kan ook zijn dat heel veel jongens nu al bezig zijn met hun laatste vliegende ronde. Hopelijk hebben wij niet te veel last van Esteban Ocon. Hij pakken voornamelijk in de bochten heel veel tijd goed. De vlag hangt over 6 seconden uit. We hebben Ocon ingehaald, maar dan komt nu dat rechte stuk. En ik wil Ocon er niet langs hebben, dus wij gaan hem hier wat blokkeren. En we komen bij start-finish en dat is... Welke positie? De zesde tijd. De zesde plek op de startgrid voor ons. Waar staat Verstappen op pole position? En wij op P6 op ruim 2/10. Dus het wordt lastig om nog te vechten voor de race-overwinning. Maar goed, je weet maar nooit. Laten we gewoon beginnen voor aflevering nummer 69. Hier in Azerbeidzjan. Daar gaan we dan. A warm welcome to you from Azadlik Square, heart of Baku and home of course of the Azerbaijan Grand Prix with high speeds, tight corners and few runoff zones. Many are expecting a safety car here today, so our drivers will have to stay very much on their toes and hopefully out of the barriers. The Baku City Circuit measures roughly 6 kilometers and is made up of 20 corners and 2 DRS zones. The circuit winds around the narrow city, through the old town and even brushes against the city's medieval walls. However, as beautiful as the setting is, this track is also a ferocious technical challenge, where the smallest of mistakes could lead to catastrophic consequence for any one of our drivers. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Carlos Sainz, The Professor, Fernando Alonso, Albon, Ocon, and George Russell. Tictum, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, and Teo Pourchaire. Magnussen, Latifi, Guan Yu Zhou, and Pierre Gasly. Richard Vachon, Oscar Piastri, Stroll, and Robert Schwartzman. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Nou, dat momentum moeten wij dus meenemen in de grote prijs. Same story, different day. Goed, kijken wat wij kunnen gaan doen vanaf die zesde positie met Max Verstappen. Mijn teamgenoot op pole position gaat het lastig worden, denk ik. En zeker met die topsnelheid in de race. 26 rondes lang. Dus ja, dat moeten we even zien vol te houden. Maar goed, dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 69 voor de formatieronde hier in Azerbeidzjan. Komen goed van de gridslot. Flink wat duwspin al te pakken, maar dat is geen probleem. Achterbanden dus goed opwarmen. De remmen en de voorbanden dus ook. Eigenlijk alles.
En dan zijn we aanbeland bij de gridslot. En dan gaan we erom beginnen voor de start hier in Azerbeidzjan voor aflevering nummer 69 van F1 22. My Team Karim wordt met Max Verstappen op pole position. Wij dus op een P6 starten op de mediumband. Max start ook op die mediumband. De rest bijna iedereen op de harde band. Dus dat wordt interessant met de strategie. Laatste advies van Mark Priestley. En dan gaan we erom beginnen voor aflevering nummer 69 hier in Azerbeidzjan. De lampen zijn uit en we zijn onderweg komen. Goed weg, jazeker. Perez gaat dan gelijk verdedigen, wij zien dat. En gaan naar de binnenkant kijken, 3 dik. Maar het is toch gelukt. Max al gelijk los van Norris. En daar aan de binnenkant van Charles Leclerc. Jazeker, hebben die mediumband, hebben een betere tractie. En nu op naar Lando Norris. De topsnelheid van die Red Bull is ook heel erg snel. Hij rijdt al gelijk van ons weg, zie ik. Wij moeten ervoor zorgen dat we er zo snel mogelijk voorbij gaan. Hier bij de bochtige gedeeltes zijn wij een stuk sneller. Aan de binnenkant van Norris, laat ingeremd. Hij kan er niet langs en het is P2 in ronde nummer 1 in de openingsronde van de race. Gat naar Verstappen is 1.3. Dat moeten wij zien te verkleinen, maar hier gaat het dan niet zo lekker. En verliest al kostbare secondes naar Max. Zit in ronde nummer 6 als Verstappen helemaal is weggereden. Het gat is 3,7 seconden en wordt alleen maar groter en groter deze race. Dat is nogal een gevaar. Want daardoor heeft Max Verstappen eigenlijk al de wedstrijd gewonnen, kan je gaan zeggen. Of er moet een safety car gaan plaatsvinden, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren in deze race. Norris, Leclerc, Sainz en bijna iedereen achter mij rijdt op die harde band. Dus wij moeten eerder naar binnen en met wij bedoel ik ook Max. Die rijdt ook op de mediumband. Dus doen dezelfde strategie. En we zitten in ronde nummer 7 met rood in sector 3. Waarom? We hadden geen ERS meer over. Dat is nogal jammer. Gat naar Max is 4.5. Naar Norris 1.6. Het is inmiddels 14e geworden. Max naar binnen gedoken voor de harde band. Daar zit Norris aan de binnenkant te kijken. Is er voorbij. Maar wij remmen laat. En sturen als het ware naar Norris toe. Die rijdt zijn volvleugel denk ik kapot. En moet naar binnen, denk ik, voor een nieuwe neus. Gaat iedereen ook ophouden. Max komt mooi achter Perez weer de baan op. En dat is slecht nieuws voor ons. Sorry, hij komt helemaal achter Nicolas Latifi terecht. En nu gaan wij naar binnen. En dit is slecht nieuws, want Max kan nu gewoon de undercut gaan plegen op ons. Eindronde nummer 14 en we duiken dus naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Norris gaat een ronde langer door. Hetzelfde geldt voor Sainz. Albon gaat langer door. Leclerc naar binnen. Perez naar binnen. Max komt op P4. Een langzame pitstop. 2,4 seconden kon veel sneller. Maar goed, het is wat het is. En nu moeten wij met nog 11 rondes te gaan. Gewoon terug naar het podium zien te rijden. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Want iedereen voor ons, behalve Max Verstappen, moet naar binnen voor een nieuwe neus. Moet naar binnen voor nieuwe banden. En Norris rijdt nog steeds rond met die kapotte voorvleugel volgens mij. En die moet wel naar binnen voor een nieuwe neus. Nu zeg ik het goed. Zit in ronde nummer 16 als wij gewoon terug zijn op P2. Alonso op 3 op die harde band. Perez 4 en wij gaan daar een klein beetje wijd en verpesten daarmee de exit. Wat kan Alonso hier? Proberen. Zit aan te vallen aan de binnenkant. En zit ernaast. Wij sturen gewoon in. Raken de auto daar net niet kwijt. En daardoor heeft Perez de aansluiting gevonden. Hetzelfde geldt voor Lando Norris. Ik weet niet of hij nog met die kapotte voorvleugel rijdt. Gat naar Max is inmiddels opgelopen tot 13 seconden. Wordt alleen maar groter en groter in deze race. En nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Daar weer een touché met de vloer, met de neus. Alonso kijkt naar de buitenkant. Lukt niet. Maar zometeen volgt dat rechte stuk. Wij zijn gewoon volledig ERS aan het besparen met rood in sector 1 en 2.
gat naar Alonso is 19e. Dat wordt zometeen kleiner en kleiner. En gooien de overtakenknop aan, maar ik weet niet of dat zoveel zin heeft. Want daar zit Fernando Alonso en Sergio Perez. Drie dik en beide rijders zijn weer gepasseerd, maar dan remmen wij hier heel laat. En raken de beide coureurs. Maar goed, het mag allemaal. Einde ronde nummer 18, als we daar Perez misschien dat hij ons gaat passeren. Jazeker, aan de buitenkant. Heel dicht bij elkaar, maar wij remmen heel laat. In ronde nummer 19, jazeker, goed gedaan. En dit is dus gebeurd in de herhaling met Theo Pourchaire die uitviel. Wat ik trouwens niet eens had opgemerkt. Maar Theo Pourchaire viel dus uit in de wedstrijd. Ik denk een motorisch probleem. Zeg ik dat goed? Hij rijdt hier gewoon nog. Waar heeft Pourchaire dat probleem? Aan boord bij de Fransman. Zit achter Nicolas Latifi. Vooralsnog gebeurt er niks. Alleen maar positiewisselen tussen Richard Verschoor en Oscar Piastri. Strijdend voor P20. Oh, het is daar gedaan. Theo Pourchaire, daar is het dan echt gedaan. De motor begeeft het. De Mercedes-motor laat de Fransman in de steek. En Stroll wordt daar geblokkeerd. Pourchaire rijdt gewoon nog even door. En Stroll verliest de aansluiting. En de eerste uitvaller van de dag, Theo Pourchaire. In de Williams. Daar was het even duwen en trekwerk tussen Perez, die daar wou aanvallen. Maar dat is niet gelukt. Volgens mij is er nog iemand uitgevallen. Pierre Gasly. Als ik dat goed zeg. Ook met een motorisch probleem. En een Alfa Tauri rijdt daar helemaal achteraan. Die komt nu pas bij bocht nummer 2 aan en gaat nu dat rechte stuk op. Links onder in een beeld. Perez kan er niet voorbij. En we zitten in ronde nummer 20. Dan aan de buitenkant proberen. Lukt ook niet. En wij doen dit gewoon genieper. Wat kan Perez? Hier helemaal niks. En wij gaan terug naar de racelijn. En Perez heeft ons geraakt en de voorvleugel van de Mexicaan is kapot. Nou sneden wij ook wel heel erg vroeg terug naar de racelijn. Maar goed, je moet iets. En daar is Perez ons gepasseerd. Veel meer snelheid remmen later, kunnen laten remmen dan de Mexicaan, want hij heeft een kapotte voorvleugel. Minder downforce en dat is alleen maar pech op dit circuit. Herhaling van Pierre Gasly die hier uitviel. Volgens mij gaat hij ook precies op hetzelfde punt stilvallen als wat Theo Pourchaire deed. Ja, Gasly ook hetzelfde probleem als Theo Pourchaire. Gasly viel eerst uit, daarna kwam Theo Pourchaire. En Gasly zet hem hier dan stil. Weer een motorisch probleem. Interessant. En hier dus een herhaling van Sergio Perez die hier een aanval deed op ons. Keek naar de buitenkant, lukt helaas niet. En dan gaan we hier van lijn wisselen. En nu terug naar de racelijn. En ja, wij remmen gewoon iets te vroeg. Perez zag dat gewoon niet aankomen en heeft zijn voorvleugel beschadigd. Eigenlijk onze schuld. Perez kan hier nog iets proberen. Met die kapotte voorvleugel, maar hier is het dan helaas gedaan. Kan niet insturen en wij pakken die PT weer terug. De tweede positie dus weer terug. In handen van ons. En dan zit de race er alweer op. En dan gaat Verstappen hier zijn allereerste overwinning pakken. De reeks van ons is doorbroken. Maar Max maakt toch nog de reeks voor het team compleet. Dus eigenlijk hebben wij geen wedstrijd verloren. Het team is gewoon nog doorgegaan met winnen. Want Max wint de race. Heb ik al een keer gezegd. Geeft niks. Wij worden tweede. Norris wordt derde. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. Thank you for all your-
your hard work out there. That was a strong drive and a great finish. Well done. Here we are then. It's victory in Azerbaijan. Great work for the whole team here at the track and back at the factory as well. It's a pretty handy driving for good measure. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Hier ben dan dus de uitdruk van de wedstrijd. Max Verstappen wint de grote prijs van Azerbeidzjan. Pakt zijn allereerste overwinning voor ons. Wij krijgen drive of the day. Wij hebben dus tweede van P6 naar P2. Norris derde. En Perez pakt dat laatste race. Snelste race van de punten met een 1.42.684. Twee uitvallers. Twee Fransen. Thierry Poortje en Pierre Gasly. Nog steeds aan de leiding. 35 punten verschil naar de nummer 2. 37 punten verschil naar Ferrari. Dus doen we goed. We moeten het gewoon zo volhouden. Jazeker. En dan hierbij dan dus de rivaliteit breekt aan mezelf en Charles Leclerc. 26 tegenover 17. Dus eigenlijk hebben wij dit wel zo goed als binnengehaald. Team acclaim is ook gewoon goed. Max is wat aan de betere kant. Maar goed, dat is geen probleem. Van één sponsor helaas niet binnengewerkt. Jammer. En ik heb 20.000 laten liggen. Ook jammer. Vanwege schade. In totaal is het 17,18 miljoen dollar op de bank. Alsnog veel. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je het niet leuk vond, ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruiker staat in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende! Mamá verga.